7 ingrediënten en 20 minuten. Dat is al wat je nodig hebt voor een zalig bordje vol. Het is tijd voor klaar in 20 minuten. Net als een IJslandse gijzer barst ze hier straks los. Haar gerechten zijn zacht en als ze kookt, doet ze met nodige amouros. Wat het ook is, haar schoonheid geeft mij hier een verliefde blos. Staat vandaag in mijn keuken de ravissante Dagny Ros. Chef, wat een intro, hè? Wauw, ik ben niet alleen met een gezonde blos. Chef, ja, chef, is de vraag natuurlijk. Wat gaan we maken met deze 7 attributen? En vooral, is dat klaar in 20 minuten? Oeh. Ah, wel, deze keer ga ik een beetje Japanse toer op. Dus ik ga Japanse noedels met groene asperges en hele lekkere salm. Ik ga met jou mee naar die reis, met die reis. Chef, ik ga de klok starten in 3, 2, 1 en koken maar. Oeh, zen. Ja, ik gebruik hier kleine asperges. Je kan dat zo in de winkels kopen. Asperges en zalm zijn keigoeie vriendjes. Net zoals wij, hè? Wij zijn toch ook goede vrienden, hè? Ja, hè? De reden dat ik dat zo in twee snij, is ook omdat dat gemakkelijk gaar en sneller gaar wordt. En ja, dat was eigenlijk de enige wat ik wou zeggen. Je kan er niet veel woorden aan vuil maken. Hè? Nee, want ik ga die ook rauw pakken, snap je? Je kookt die niet op voorhand. Alles is sneller als dat kleiner is. Dus alles is sneller als dat klein is? Ja. Ik ga daar geen mopje over maken. Ik ga dat... Ik bedoel eigenlijk, alles is sneller als je dat kookt. Als dat een kleiner, de kleinere massa is. Beetje opletten dat je niet je vingers snijdt. Wij gaan niet ons laten afleiden met stress, omdat wij maar 20 minuten hebben. Dat doen wij niet. En zou dit gerecht ook kunnen met witte asperges? Tuurlijk kan dat. Dat kan. Maar ik vind gewoon met deze, ja... Ik maak vaak gerechtjes met witte asperges en zalm. Want eigenlijk, asperges en zalm is echt de perfecte combo. Maar mijn kinderen hebben mij gevraagd... Mama, maak je nu iets met noedels en zalm? Dus... En dan luister je. En luister ik en dan test ik in mijn keuken. En deze gerechtje was echt een hit. Dus ik wou dat eigenlijk met jullie thuis delen ook. En met jou, chef, hè? Ah. Dus eigenlijk inspiratie komt van uw kinderen? Ja. Kinderen zijn zot op noedels. Mijn kleinste dochter zegt altijd... Mama, kunnen we iets met zalm eten? Want ik heb morgen een toets op school en van zalm word je slim. Ja, dat is iets dat ik heb een beetje gehamerd. Dat heel veel omega goed voor de hersenen is. En ja, weet je, in IJsland en in Japan... Dat zijn twee landen waar de oudste mensen ter wereld wonen. Haha. Is weer al een beetje erbij. Je hebt zelf al een kleedje aan ter ere van Japanse kookkunsten. Het lijkt een beetje op een kimono. Je hebt dat gezien. Ik dacht, ik ga helemaal in sfeer. Oké, here we go. Aanzetten. En dat was deze. Ik ga sesamolie gebruiken in plaats van olijfolie. Gewoon, dat is een andere smaak. Het is een hele lekkere smaak. Zeker voor zo'n oesters. En vind je dat overal tegenwoordig, sesamolie? Overal. Overal? Ja. Ik denk elke winkel. Vandaag hebben de meeste supermarkten buitenlandse... Nee, zo afdeling van andere afkomst. Ja. Zo, niet buitenlandse, maar ik weet niet wat je zegt vandaag. Hop, het exotische warm. Meer. Exotisch. Klinkt mooi, hè? Zoals ik, hè? Ja, nog exotisch. En gewoon inzetten, hè? Ja. En dan laten we dat gewoon... En niets van kruiden bij? Moeten we dat kruiden? Of nee, ik kruid de andere. Ik laat het gewoon goed bakken. Intussen ga ik gewoon shallot snijden. Ah ja, hier is mijn
vuilbak. Ik kan niet meer laten weten dat het zo ongeveer 10 minuten over is, want dan ga ik ongeveer mijn noedels opzetten. Dus ik moet de tijd in toog houden. Dus binnen 6 minuten roep ik tegen u. We zijn al 4 minuten in. Ja. Tijd vliegt when you're having fun. Maar dat is het. Koken is, moet en blijft fun. Geleuke, gezellige... Voilà. Het is een hobby. Ja, is een hobby. En we eten graag. Dus... En wat gaan we met die shallotjes doen, chef? Sorry? Wat gaan we met die shallotjes doen dat jullie aan het snijden? Ja. Wat gaan we daarmee maken? Ik ga... Dus dat is een noedelgerechtje. Dus ik ga het subiet in een pan. Gember, shallot... En alles samenzetten. En shallot is gewoon een smaakmaker. Hè? Je mag die snijden zoals je wil. Maar ik vind het ook leuk als je met stokjes eet, dan de shallot een beetje... Oh, ik ga even... Even roeren. Mmm. Asperge ruikt toch direct goed, hè? Huh? Dat ruikt toch onmiddellijk goed, ja, hè, asperge? Dat is de sesamolie. Ik ga dat een klein beetje... Zo. Dat ruikt goed als asperges, maar behalve op het toilet, hè, zo achteraf. Nee, ik heb daar wel last van. Echt? Echt? Ja, ik, zo, als je asperges eet, mijn grootmoeder zei dat vroeger ook altijd. Hè. Van jouw pipi. Van de pipi. Ik wou het onvloerser, mooier en netter omschrijven, maar de pipi klopt volledig. Mijn grootmoeder zei altijd dat het naar snoeigroen rook. Naar wat? Hè? Naar snoeigroen. Die zei altijd, ruikt het toilet naar snoeigroen, dan is het weer het aspergeseizoen. Ik weet niet wat snoeigroen is. Mijn grootmoeder had volgens mij heel zwaar aan een drank. Kan je gewoon alles klaarleggen voor achteraf, hè? Want wij koken rustig, op tijd. Jij kookt al dansend, heb ik erin. Dat is een beetje salsa achter het vuur dat jij doet. Dat is zo'n beetje zwevend door de keuken, hè? Want dat is zo gezellig in de keuken. Tuurlijk. Maar ik kook vaak met muziek op. Dat is echt mijn ding. Ja. Ja, dat is zo... Weet je, heb je een drukke dag gehad? Mijn man zegt het ook. Die werkt veel, zoals de meeste mensen, denk ik. En hij zegt altijd, koken is rustgevend. Dat kan je je dag zo een beetje laten zinken. De stress weg laten gaan, of zo maar zeg je. Ja, de stress ontnemen. Ontnemen was het juiste woord. Kijk dan. Gewoon veel gember, hè. Ik ben echt zot op gember. Niet in de vingers als je wilt, want ik weet niet of dat niet met de verzekeringen hier, maar... Of ik zou je verzorgen, hoor, chef. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Ik vertrouw op jou, chef. Zie, dat is zeker een goede eetlepel, hè. Ja. Maar je kan ook... Ik doe dat niet altijd, maar je zou eigenlijk ook chili kunnen toevoegen, zo verse chili. Mm. Maar ja, voor kinderen, dat kan misschien een beetje spicy. Dan ga ik, we hebben, ja, ik heb, oh my, ik ben echt, nu kan ik echt zo, wat nog? Ja, ik ga gewoon deze doen. Ik ga dat gewoon nu hier doen, dan is het al klaar. Dat is niet dat dat moet, hè. Maar ik vind, ja, heb je citroenen of limoenen, dan kan je ook zo extra kruid creëren door te zesten. En waarom zou je dat doen? Is dat dan... Ja, dan... dat geeft zo... Ja. Frisser. Ja. Limoen is zo lekker. Oké. Dit is klaar. Ik ga dit opzij leggen. Ik ga nu... We zijn 8 minuten vers, hè? Dus... Ja, voilà. Ik kan de noedels doen. Volgens mij gaat deze keer zelfs extra tijd achterhouden. Gewoon kokend water. Als je kokend water nodig hebt, chef, de kraan geeft onmiddellijk kokend water. Hè. Dus, ja, dat is heel gemakkelijk. Dat is echt tijd sparen, hè? Inhouden. En... Als het snel moet gaan, er komt kokend water uit mijn kraan. Kijk, weer al een rijmpje in een gedichtje. Ik zou een dichtbundel moeten schrijven. Dat is ook leuk. Ja. Ik zeg, ik vind het leuk om koken met muziek, maar eigenlijk is het ook leuk met koken met chef.
Misschien heb ik ooit een eigen kookprogramma. Koken met chef. Hey, dat is een idee. Dat ga ik de mensen niet aandoen. Het zal elke keer boterham met choco zijn of zo. Dus, Ja, je kookt eigenlijk nooit met choco, hè? Mm. Dat is typisch Belgisch. Voilà. Wat is er eigenlijk heel typisch IJslands? Veel eten. Vis. Vis is echt typisch IJslands. Zoals de zalm een beetje van vandaag, hè? Ook typisch ja, zalm is echt een van mijn lievelingsingrediënten. Wacht, hè. Ik moet altijd leren. Hop. Ja. Ik heb natuurlijk de recept. Het komt op Njam.tv. Maar ik kan niet koken hier voor vier. Weet je? Kan je gewoon ongeveer... Ik kan wel samen eten achteraf. Dus ja. Ik doe dat allemaal, hè? Ja, ik ben een grote eter, chef. En noedels. Dus die noedels, dat is Japans. Japans is daar udon-noedels. Je kan allerlei noedels gebruiken. Dat is geen. Maar ik vind deze gei lekker. Oei, ik breek dit allemaal. En die zijn ook snel klaar, zeker die soort noedels? Volgens mij is dat 3-4 minuten. Dus een beetje opletten, want het is ook niet lekker als dat zo kwakkie en zo slimy. Nee. Ik kan even wachten. Goh, we hebben tijd, hè? Oh, ik heb tijd. Ik kan even zo chillen. Huh? Ik kan een hele glasje wijn schenken. Oh, hou die niet in. Er is denk ik wijn in de ijskast, dus als je wilt. Dan zet ik een klein kaarsje aan, een rustig muziekje. Ja, voilà, muziek opzetten. Je kan zelf tafel dekken. Ja, dat begint te pruttelen, hè. Dus wij gaan... Ga jij 3 minuten ongeveer? Ik ga 3 minuten onthouden. Dus op 14 zal ik jou roepen. Oké. Okay. Dan ga ik hier koken voor mijn wok. Is dat goed? Voor mij is dat goed. Jij bent de chef, chef. Ja, maar ik wil altijd met jou zo eens overlopen. Ik luister naar jou, chef. Jij bent de baas hier vandaag. Des. Hop. Zeg, als de mensen thuis geen noedels... Alle noedels zijn goed. Eiernoedels zijn ook goed. Als ja, tuurlijk. Ja. Gewoon noedels. Zelfs kan je pasta gebruiken als je wil. Maar dan is het niet Japanse stijl. Nee. En zoals ik zeg, dat koop je zo in alle supermarkten. Mm. Ah, waar is een afgieter? En zo'n gieter? In de schuif. In schuif? Een vergiet eigenlijk, hè? Vergiet in de schuif, ja. Doe maar open. Strek dus de onderste, denk ik. Ah. Al meestal zet ik die daar. Ah ja, je hebt gelijk. Haha. Kijk eens. Ik kan dat hier al klaarzetten. Oeh. Tada. Dus altijd ogen. Nooit jouw pannen en potten het oog. En dit is een warme. Het is weer al, in plaats van olijfolie, sesam. Zo. Maar dat kan ook in een wok thuis, als je een wok hebt, een echte wok. Ja, je kan in een wok, maar ik kook heel graag in anticleef. Maar je hebt ook wok met anticleef. Dat is gewoon gewoonte. Dat is niks slechter of beter. Nee. Dat is gewoon wat ik ben gewoon. Zo. Zo. Nog 1 minuutje voor de noedels, chef. Ja. Check. Ik zal nog een goede commis zijn, hè. Zo. Ja. Zo. Zo. Laat het fruiteren, zoals je zegt in België. Die shallot fruiteren. En dan ga ik deze doen. Daarbij. Mm. Je bent echt wel fan van de Japanse keuken. Ja. Je begint echt te lachen als je aan het koken bent. Waarom eigenlijk, vind je? Ik denk dat is de parfum van de eten. De Japans, ja, Aziatisch, dat is eigenlijk zo. Dat is heel raar, maar ja, ik ben misschien een echte Viking. Die reist heel graag door de wereld. Wauw, dat is
keimooie, mooie gedachtegang. Ik ben een viking, dus ik ook. Ik ga een rijst rond de wereld in mijn keuken houden. Voilà. Is dat nu niet klaar? Dat is helemaal klaar. Op 4 seconden na. Maar ik... Zo. Dat mag een beetje koud water. Loslaten? Ja. Gewoon, dan stopt dat met koken. Oké. Niet heet, niet gereden, chef. Dat is wel warm, hè. Maar... Zo. En laat het gewoon even... Oei. De gember ruikt goed, chef. Ja, ik ben aan het zoeken voor een... In de bovenste schuif. Van een tafel? Nee, van een handdoek. Koud. Ik zal je met ze leiden. Van... En nog eentje lager. Warmer. Woe. Hey, gevonden. Oké. Zie, dat is... Mag je dat even naar hier zetten? Die gember ruikt geweldig. Ik vind dat leuker op deze kant te koken. En dan gaan wij die asperges toevoegen. Ja. Je hebt nog 5 minuten, chef. Ga je het halen? Ja, nu ga ik even gas geven. Aha. En dan hier pan opzetten. De zalm. Snel warm. Zo. En hier intussen ga ik een beetje sojasaus. Let op dat je goede sojasaus gebruikt. Dit is voor Japanse keuken. Dat is gemaakt van sojabonen, water, zout en tarwe. Amai. Ja, goed. Dat zou een keigoede quizvraag zijn. Hè? Ja. Nee, maar altijd goede producten gebruiken. Ja. Gewoon een beetje in. En... Sweet chili saus. Lumpia saus, schreef ze zeggen in de boeren buiten. Ja, dat is ook een beetje dik. En eigenlijk, in feite, zou je dat zelf kunnen maken. Ik heb dat ooit gedaan. Je kan dat opvinden op Jan.tv, hoe je zelf sweet chili saus maakt. Het ruikt keigoed, chef. Nu is het warm. Gaan we de zalm inzetten. Inleggen. Zo. Is er een volgorde dat je de zalm moet bakken? Eerst bovenkant, onderkant? Ja, maar... Eigenlijk moet je deze kant beginnen. Eigenlijk. Oh, sorry. Maar soms doe ik dat met vel. Ja. Maar nu niet. Beetje peper. En heb je daar nu geen boter op zeggen dan een folie? Of was die nog vettig genoeg, die pan? Ik vind voor deze, dat moet geen boter. Dat past ook niet bij de Japanse keuken. En niet te veel zout, want we hebben de sojasaus. Ja. Zo, dan. De noedels daarin. Je hebt nog 3 minuten, chef. Ja, ik ben nu eigenlijk... En ik is ook heel rustig daar juist. Ja, daar juist was het. Ik heb tijd. Ik heb... Gewoon goed mengen. Zo. Eigenlijk is het niet goed zo. Ja. Dat je met stalen... Ah, zo voor de krassen. ...in de pan. Dus heel voorzichtig. Oké, dit is klaar. Nu gewoon de zalm, hè. Snel zalm. Come on, kom op. Kan die dit al... snijden? Dat is wel echt heel typisch natuurlijk, hè. Zalm, IJsland. Maar heel typisch uit IJsland. Absoluut, absoluut. Gingen jullie vroeger zelf zalm vangen? Of is dat nu een beetje te romantisch van mij? Het beeld van elke IJsland... Nee, maar ik heb dat gedaan. We gaan naar Rivier in zo'n outfit tot hier. Zo, met zo'n... Ja, zo'n laarzen. Ja, zo'n laarsbroek. Lieslaarzen. En... ik ben niet de hele dag met zo flyvissen en zo. Hè. Dat is echt kei leuk. Dat lijkt mij ook heel leuk. Ik heb hier ook een beeld van jou met zo'n lierslaarzen in zo'n water. Voilà. Hele idyllisch. Ja, en dat is heel grappig. Want wij zijn altijd zo met zo'n sterke drank daarbij. Dus zit je met je tot je poep in het water en je bent een beetje dronken terwijl ook. Jij drinkt... ja. Ik kan eventjes dus al dit al opzetten. Ja. Ik doe de zalm niet helemaal gaar, want ik vind dat lekker als die een beetje rauw van binnen of roos. Misschien niet rauw, maar... Signaal, is dat een goede term? Zo, zoals bij steak? Zo. Ik had misschien beter iets anders gebruikt.
Zo. Ik ga even de zalm nemen. Oh, nog een minuut. Volgens mij is dit nu perfect. Ja, je perfect binnen de tijd blijven, chef. Yep. Zo. Ik kan gewoon eentje gebruiken. En dan snij ik de... Ah, die is perfect. Kijk zo. En hoe zie je dat een zalm perfect... Was dat in de vinger, hè? Paniek. En hoe zie je dat een zalm perfect gebakken is, chef? Ja. Zie je? Dit is je glazig roos van binnen. Maar dat mag. En dan... Oh. Ik had dat eigenlijk moeten even in de pan zetten, maar... Gewoon zo, hè. Zie je zo fier dat je bent. En stop de tijd. Prachtig, chef. Het ruikt waanzinnig lekker. Het ziet er geweldig uit. Bijna zo mooi als jij. Oh, chef. Ik heb één ding vergeten. Wacht, ik zal heel traag praten. Dan gaan we nu... Heb je nog 10 seconden? Oh. En wat heb je er nu opgezet? Wat heb je erop gesmeten? Oh, dat is koriander. Ah, oké. Okay. Chef, kan je nog in 10 seconden jouw gerecht voorstellen? Ja, daar hebben wij Japanse noedels met lekkere zalm en groene asperges. Alsjeblieft. Dank je wel, chef. En voor de mensen die dat thuis ook eens willen namaken, kijk eens op Jan.tv. Chef, dank je wel. Graag gedaan, chef. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.